Miss Maxi Nederland. 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 Nederland kan niet meer om ons heen. In deze zevende aflevering zijn alle kandidaten van Voor de Putten nog even bij elkaar gekomen. Voor wat nuttige tips, het oefenen in poseren en het lopen van de catwalk. Dit werd eerder ook geoefend tijdens de Maxi Experience. Maar omdat een aantal kandidaten die experience gemist heeft, zetten we in deze aflevering alles nog even op een rijtje. Voordat de dames volop aan de slag gaan met de adviezen die ze zo meteen gaan krijgen van Gisella Arends, wil ik nog wel even weten wat de dames ervan verwachten van al die tips. Ik verwacht ontzettend veel natuurlijk. Ik verwacht in elk geval een professionele insteek en wat tips waar je misschien zelf niet 1, 2, 3 opkomt. Dus ik verwacht er best wel wat van. Dat ik mezelf toch wel wat beter kan professionaliseren. Dat ik gewoon net iets zekerder sta, dat ik net iets beter ga lopen. Dat ik er net iets beter uitzie dan dat ik het zou doen zonder de begeleiding. Ja, dat het gewoon leuk en gezellig wordt en dat ik er toch dingen van opsteek. Het is voor mij allemaal nieuw, dus leren doe ik er sowieso van. Zijn er onderdelen bij die jullie wat beter liggen dan andere onderdelen? Nee. Nee, het gaat om de lol. Nee, ik zie nergens tegenop. Nee, niet echt. Nou ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet niet wat ik moet verwachten. En als je niet weet wat je moet verwachten, dan kan je ook nergens tegenop opkijken, denk ik. Nancy heeft een Maxi Experience spel gedaan. En dat was een succes, hè? Ja, dat was echt heel erg leuk. Vooral de catwalk training, zoals ik de vorige keer al verteld had, was echt hartstikke leuk om te doen. Een hele nieuwe ervaring, maar zeker geen ervaring die ik nooit meer zou gaan doen. Weet je alle regeltjes nog die je toen uitgelegd gekregen hebt? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alles meer helemaal 100% weet, maar ik weet wel, de basisdingen die weet je wel en die neem je ook gewoon mee straks in de voorrondes. Dus eigenlijk is vandaag een beetje puntjes op de i zetten voor jou. Ja, ja, ik vind het zeker wel handig om het vandaag nog eens een keertje door te nemen. En het is altijd handig om het nog eens een keertje te horen. Zijn er dingen die je dan lastiger vindt dan andere dingen? Ja, op hakken lopen. Op hakken lopen vind ik, dat hoort gewoon niet bij mij. Dus dat zal voor mij zeker iets zijn wat ik, als ik dat moet gaan doen, dat ik dat gewoon moet gaan leren. En met de Maxi Experience bij de catwalk lopen stond je er voor het eerst op. Ja, dat klopt. En sindsdien nog een beetje geoefend met haklopen? Nou, niet met haklopen, maar wel met catwalk lopen. Bij mij, ik werk in het ziekenhuis en als er niemand in de gangen loopt, dan loop ik altijd heel nonchalant door die gangen heen. En dan zodra er een deur open gaat, dan loop ik er gewoon heel normaal door. Een catwalk lopende verpleegster? Ja, ja. En dan hoop ik ook echt dat niemand me ziet, maar ja. Mensen hebben toen wat vreemde plekken waar ze de catwalk oefenen. Nancy loopt op de gang van het ziekenhuis. En Renate in de tuin? Ja, inderdaad, op de grindkorreltjes, zoals ik de vorige keer al zei. Nee, ik heb gewoon, wij hebben op de zaak een hele mooie egale vloer, want de catwalk is ook egaal. Dus ik denk dat ik met hele grote grindkorrels geen rekening hoef te houden. En gewoon een beetje voor mezelf geoefend hoe je loopt, hoe je houding is, netjes rechtop, et cetera. Dus ik denk wel dat het goed komt. Ilanga heeft er ervaring in het lopen van een catwalk. Ze heeft er onlangs nog eentje gelopen. En hoe ging dat? Ja, hij ging heel leuk. Ik heb er, van 6 gelopen op een dag. En s'avonds ook nog één. Alleen het vervelende was dat ze een filmpje op YouTube hebben gezet. Waar ik niet zo blij mee was. Want de laatste buitenshow die we liepen, was een beetje gaan regenen. En ik viel bijna. Dus het was best wel gênant om te zien. Nou, Ilanga, reden te meer om het lopen van een catwalk nog even te oefenen. Wat we hier nu zien is dat onze kandidaten uit Spijkenisse met elkaar aan de slag zijn gegaan zich voor te bereiden op de voorronde van 31 oktober. Interactie, elkaar tips geven. De spanning wordt hoog, want het is nog maar een paar weken. Maar we hebben nog een hoop te doen vanavond, want er zijn nog een hoop tips uit te wisselen. Dus we gaan snel verder om te kijken of dat een van onze kandidaten nog een tip heeft voor de andere dames. Ja, ik kan alleen bedenken wat ik zelf handig vind. Hoe ik op hakken heb leren lopen, is gewoon zorgen dat je balans hebt, zeg maar. En dat je goed erop kunt staan. Zodra je balans hebt en je hebt het gevoel,
hè, dat je je hakken als het ware bij horen. Nou, dan kun je gaan lopen, dan kun je de marathon gaan rennen, dan kun je alles doen. Ja, als je mee gaat doen inderdaad aan een verkiezing zoals deze, moet je schoenen wel ingelopen zijn. Want als dat niet zo is, dan denk ik dat je na 2 meter al zoiets hebt van mogen mijn schoentjes uit. Net als het inlopen van je schoenen, moet je alles al een keer geprobeerd hebben. Dus zorg dat je jurk of je broek of dat rokje dat je aan gaat trekken al een keer aan hebt gehad. Dat je weet hoe het eruit ziet, dat je weet hoe het voelt om te lopen. Dus doe even zelf een catwalk in je huis. Laat even mensen naar je kijken en je tips geven van hey, wat straal ik uit? Ben ik serieus? Kom ik mooi over? En geef ze ook aan wat jij wilt overbrengen. Want als ze niet weten waar ze naar moeten kijken, kunnen ze je nooit het juiste advies geven. Ja, mijn tip is vooral zorg dat je gewoon heel goed uitgerust bent voordat je met de misverkiezing begint. Ja. En zorg ervoor dat je jezelf ook echt gewoon zeker voelt. Trek niet zomaar kleren aan waarvan je zelf niet zeker bent van goh, zal het wel leuk zijn. Alleen maar met kleding waarvan je zelf denkt van nou, dit vind ik echt heel erg leuk. Dan straal je zoiets ook uit. De tip van Miss Maxi Nederland 2010 is blijf vooral jezelf. Wat je ook gaat doen in deze verkiezing, met wie je ook te maken krijgt, wie je ook ziet zitten aan de jurytafel, welke camera's er ook gaan, welke flitsen er ook afgaan, blijf jezelf. Want boven alles zoeken wij een echte mis in hart en nieren. En beleef het vooral met heel veel plezier. Succes! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Je kan een wijdbeens pakken, je kan mooie taille accentueren door je handen daarin te zetten. Je kan kiezen voor 1 hand, je kan een basis pakken, midden in het midden, met 1 hand hoog en 1 hand laag. Maar je kan hem ook diagonaal nemen. Zorg dan altijd dat je borstkas en je gezicht recht is toegedraaid naar de camera. En heel belangrijk, jongens, chagrijnige gezichtjes willen we niet zien. Wij willen een stralende mis, dus bloot met die tanden. Wat heel belangrijk is bij je eindpose, is dat je goed rechtop blijft. Kleine illustratie is bijvoorbeeld dit. Dit is enig, ook als je ziet dat de camera je volgt. Maar is niet een beetje het idee zoals wij de Miss Maxi willen zien. Dit is meer voor een ander soort magazine. Wij zoeken een gracieuze, stijlvolle vrouw. Een vrouw met attitude en een vrouw met houding. Dus, zoals mevrouw Helwegen wel eens zegt, lipjes getuit, borstjes vooruit. Blijf goed rechtop, maak contact met de fotograaf en pak een pose. Eigenlijk is het niet heel belangrijk wat voor pose het is, als jij je er maar lekker in voelt en zolang jij er maar in straalt. Succes! Dames en heren thuis. U heeft de afgelopen weken kunnen kijken naar de afleveringen van Miss Maxi Nederland. Je ziet zelf dat de kandidaten uit deze regio ontzettend veel potentie hebben voor die Miss-titel. Binnenkort zijn de voorrondes. Wilt u ze niet alleen steunen door een sms-stem, maar wilt u zelf komen kijken hoe ze het er vanaf gaan brengen, 31 oktober in Spijkenisse, ga dan snel naar onze website www.missmaxinederland.nl voor het reserveren van kaarten. Want laten we eerlijk zijn, dames en heren. Miss Maxi Nederland. Nederland kan niet meer om ons heen. Mensen zijn zo nieuwsgierig waar het allemaal plaats gaat vinden.
En wat zie je, Nancy? Ik zie een hele mooie zaal. Waar echt van iets heel erg moois van gemaakt kan worden. Had je verwacht dat het er zo uit zou zien? Nee, ik wist dat het deze vorm had. Maar ik wist niet dat het er zo uitzag. Je doet het eigenlijk stiekem, hè? Wat geheim moet Een klein beetje voorbereiden, een beetje inleveren, dat mag toch wel.